Kom verder. Hoi. Hoi. Waarom heeft u ervoor gekozen om dit werk te doen? Voelde u zich in de zeik genomen of door het nieuws? Of... Nou, ik schreef al jarenlang. Ik heb heel veel jaren in Rusland en Oekraïne gewerkt. En omdat ik in beide landen werkte, kon ik gewoon het zien wat er in Oekraïne voor nieuws was en wat er in Rusland was. Dat was echt gewoon het omgedraaide. En ik zag in Europa ook dat eigenlijk een punt werd, nepnieuws, dat toenam. Ja, er werd gigantisch veel over gesproken op sociale media. Wilders twitterde: Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen. Is dit de volgende stap? Voor de duidelijkheid, dit is een bewerkte foto. Ik zit net naar de mooie tweet van Stine te kijken. Oh, maar 6 likes. Ja, misschien kunnen we daar wat aan veranderen. Het punt is dat negatief nieuws, hoe erger je het maakt, blijkt toch vaak beter hangen bij mensen en maakt het toch interessanter om zoiets te gaan delen. Dus als we nou eens het volgende zeggen. Ongelooflijk. Wat een frek, die Stine. Ze wint miljoenen en ze gaat niks aan goede doelen geven. En dan gaan we dit nu eens tweeten. Stap 1 wat zo'n troll doet, is dus het bericht tweeten met een flinke negatieve lading. Dus dat is echt iets wat opvalt bij mensen. Dat ze gelijk denken van, wow, wat is dit? Stap 2 daarna is dat andere trollen dat bericht gaan retweeten. En er zijn theorieën dat die trollen betaald krijgen voor elk antwoord dat iemand weer geeft op wat zo'n troll zegt. Eigenlijk een van de grootste tactieken van die trollen is dat ze het zo sappig maken en zo verleidelijk voor jou om te lezen, dat je er eigenlijk bijna niet omheen kan. Misschien moet u het zelf anders gewoon eens proberen. Dus ik zou zeggen, log eens in op deze computer. Ja, dan moet je dus echt plaatsen in wat zo'n troll zou doen. Dus die wil zoveel mogelijk likes hebben, dat het bericht zoveel mogelijk gelezen wordt. Typische vriendjespolitiek weer. Jeetje, wat een trut die Stine. Of wat een vuile trut, dan wordt het nog erger. Uitroepteken. Of 3 uitroeptekens. Ja. Ja, tweet hem maar. Ik heb wat mensen in mijn netwerk op Twitter gevraagd om het te delen, het bericht. Dan krijgen we wat meer bereik. En dan gaan we eens kijken wat er dan, of dat werkt. The news is fake, because so much of the news is fake. En u zei net ook dat trollen onderling dan hetzelfde bericht verspreiden. Maar werken ze trollen ook echt actief samen? Je hebt beide, maar een bekend voorbeeld is die Russische trollfarm. Ik heb hier een mooie foto van dat gebouw zelfs. Dus er is gewoon ook echt bekend waar dat zit. En daar zitten gewoon een heleboel jonge mensen. Die krijgen iets van 800 euro per maand betaald. En het enige wat die doen is continu nepnieuws aanmaken met bepaalde accounts. Ik wist natuurlijk wel dat er internet trollen waren en wat dat was. Maar ik had eigenlijk nooit verwacht dat zo groot en zo grootschalig en zo heftig eigenlijk aanwezig zou zijn. Ja, wat we dus hier net gedaan hebben met Stine, dat komt gewoon overeen met hoe dat in de Amerikaanse verkiezingen ging. Ik bedoel, we hebben nou iets negatiefs over Stine gezegd, maar we hadden het ook over Hillary Clinton of over Donald Trump kunnen zeggen. Ja, dat is standaard in zo'n verkiezingsstrijd, dat men zelf probeert zo positief mogelijk uit de bus te komen, maar ook de ander zwart maken. Nou, dat zag je heel duidelijk. Maar nu werd dus bekend dat via Facebook advertentieruimte gekocht is met Russisch geld. En er werd dus heel veel nieuws verspreid, negatief nieuws over Hillary Clinton. Uiteindelijk won Trump. En de vraag is nu, in hoeverre heeft dat geholpen met hem aan de macht te brengen? Aardig is om even te laten zien, en dat zou best wel eens de toekomst van het nepnieuws kunnen gaan bepalen. Dat is dit. Dit is face-to-face. En dat betekent eigenlijk dat je personen precies kan laten zeggen wat jij wilt. De vraag is in de toekomst hoe grote rol dat gaat spelen en hoe makkelijk het dan nog wordt om te laten zien dat iets nep is. Nou, ik vind het best wel erg dat je door nepnieuws eigenlijk president kan worden. Dat je gewoon iets leest en denkt van, oh, dat zal wel waar zijn. En voor de rest gebeurt er niks. En nu lees je iets en dan denk je van, oh, is dat waar? En dan ga je anders stemmen. Dus dan heeft het heel veel invloed. En dat vind ik eigenlijk niet echt kunnen.